Hallo iedereen, mijn naam is Jay Willems en ik ben aan het vissen op een prachtig parkwater. In deze video hebben we een tweetal sessies met Jay gevist. Eentje voor het zichtvissen en eentje voor het oppervlaktevisserij. Een echte technische visser die ons alle kneepjes van het vak gaat leren en alle dingen gaat uitleggen over deze visserij. Ik denk na nog een half uurtje vissen, gelijk echt een prachtige spiegel. Kijk eens aan, hier word ik ontzettend blij van. Ik zit helemaal te trillen, joh. Dit is zo vet. Ik gewoon een oerkarper. Pak er ook gelijk die broodkorst. Voila, binnen. Eigenlijk is het eigenlijk gewoon reet simpel, hè? In deze video hebben we een tweetal sessies met Jay gevist. Eentje voor het zichtvissen en eentje voor het oppervlaktevisserij. En we hebben het hemd van de lijf gevraagd. We gaan in over zijn tactieken, voertactieken, onderlijnmateriaal, etcetera. Het komt allemaal aan bod in deze video. Jongens, meisjes, heel veel kijkplezier en ik hoop dat jullie er heel veel van kunnen leren. Hallo iedereen, mijn naam is Jay Willems en ik ben aan het vissen op een prachtig parkwater. Het gaat ook een heel prachtige dag worden. Ik heb net gezien op de baaienradar en vandaag wordt het 25 graden. Een hartstikke leuke dag om zeker 's morgens vroeg in het eerste licht een karper te vangen. Maar dan meestal vanaf een uur of 10, 11 vallen alle aanbeten stil. En hoe komt dat? De watertemperatuur wordt te warm, de vissen gaan naar het oppervlakte toe en dan is het heel moeilijk om op de bodem nog een karper te vangen. Ik heb daar een trucje op gevonden. Vissen met de zig. Ik gebruik een witte zigfoam met brood aan de oppervlakte. Klinkt heel bizar. Ik ga jullie zometeen uitleggen hoe ik dit allemaal doe. Maar mijn sessie is hier alvast super gestart. Ik denk na nog een half uurtje vissen. Gelijk echt een prachtige spiegel. Kijk eens aan. Hier word ik ontzettend blij van. Prachtige spiegel, gevangen op een wit stukje zigfoam. Ik denk een goede 40, 50 centimeter onder de oppervlakte. Duurt ook niet lang. Hier word ik gewoon op zitten blijven. Kijk eens aan. Tweede vis van de sessie. Prachtige spiegel, je wordt gelijk ontzettend blij van. Ja, dat snap ik. En waar ik nou benieuwd naar ben, hoe heb je deze nou gevangen? Nou ja, ik ga je direct een kleine zigrig tutorial geven. Oh. Hoe je die zigrig moet maken. En ook het systeem waar ik hem op gevangen heb. Ik heb een vast loodsysteem en ook een adjustable systeem. Maar ja, ik denk dat die nu wel klaar is om terug te gaan. Dat weet ik wel zeker. Mooie vis, man. Nou ja, kijk, visje is weer terug en nu komt Le Moment Supreme. Nu komt het geheim, moet ik zeggen, van een Jay. Ja, deze vis die had ik gevangen op het adjustable systeem. Eigenlijk is het een beetje zoals een markerlood systeem eigenlijk. Je hebt eigenlijk een lood met een hele grote ring. En je gooit uit of je vaart met een voerboot. Je trekt die lijn strak en dan kan je lijn loslaten. En wat er dan gebeuren is, die float gaat eigenlijk door die ring omhoog komen. Natuurlijk met die zich eerst. Hè. En dat is eigenlijk het adjustable systeem. En waarom dient dat? Om eigenlijk je zig op net de exacte diepte te gaan leggen waar dat jij wilt vissen. Je moet ook een beetje inschatten. Als je de karpers ziet zwemmen, dat is al heel gemakkelijk. Zie je, dat is ongeveer een halve meter onder de oppervlakte zwemmen. Zou ik ze op 50 centimeter diepte leggen? Zitten ze iets dieper, dan zou ik ze ongeveer max een meter diep. Heel veel dieper mee zie, heb ik nog nooit veel succes gehad. Maar zeker 50 centimeter tot een meter onder de oppervlakte vind ik de ideale diepte om een zicht te presenteren. En wat ik me nou afvraag, Jay, ik zie daar een grote ring en een relatief zwaar lood. Heeft dat nog een bepaalde reden? Ja, natuurlijk. Zo zwaar is het eigenlijk niet. Het is 90 gram. Ik vind dat eigenlijk ideaal om te zicht vissen. Blijft alles mooi op zijn plek. Je vist met relatief strakke lijnen. Dus als er wat stroming op het water komt, verplaatst dat je lood tenminste niet. Het voordeel aan de adjustable zichtvissen is, meestal zeggen ze bij zichtvissen dat het interessant is om je lood kwijt te spelen, maar omdat het adjustable is en de lood niet gelijk voor die vis zijn bek ligt te draaien en te kletsen tijdens de drill,
ga je ook veel minder lossers krijgen. Dus adjustable is echt the way to go om meer karpers te vangen en om er ook minder kwijt te spelen. En je zegt met strakke lijnen. Moet je altijd met strakke lijnen vissen met een zig? Ja, uiteraard. Inderdaad, want anders gaat die dobber niet op de exacte diepte blijven. En dan gaat uw zig gewoon omhoog en omlaag gaan. Dat is ook best waardeloos. Dan ben je eigenlijk niet accuraat aan het vissen. En ook, strakke lijn heeft dan ook een heel snelle indicatie van een aanbeten. Juist. Nou, wat wij gaan doen, we gaan nog eventjes een drankje doen. En dan gaan we zo meteen lekker verder, want het is echt een fantastische dag. Heb je het al warm in je welpak of niet? Ik ben eigenlijk vrij koud. Koud? Warm. Maar koud. Ik inderdaad zo snel mogelijk een drankje in die hengel terug water en probeer nog eentje te vangen. Dat zal wel lekker zijn. Oh. Ja, oké, okay, let's go. Zeg, Jay, ik zie daar een heuselijke smikkelmix. Wat, vertel eens eventjes. Ja, wat zit er allemaal in? Gemalen hennep. Gebruik ik eigenlijk heel het jaar door. Winter en zomer. Waarom hennep? Omdat gemalen hennep, dat zit vol met olie. En die olie gaat zich hechten aan de iets zwaardere deeltjes. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je eigenlijk een up- en down-effect gaat krijgen onder water. Dus we gaan daar natuurlijk zichtvissen. Dus wat we willen is eigenlijk dat al de waterlagen gecontamineerd gaan geraken met voedselprikkels. Hè. Wat zit er nog in? Gemaaide boilie, onze nieuwe citrusaas. Citrus is er perfect voor. Het geeft heel veel attractieve stoffen af. Wat zit er nog in? Gemalen brood. Elke karper lust brood. Dat is eigenlijk ook ons key dat we willen hebben. Die vis moet denken dat het wit zichtje eigenlijk een zinkend stukje brood is. Wat hebben we er nog in zitten? Gemalen tijgernootjes. Rechtstreeks uit de verpakking. Ideaal aas, vol met suikers. En dat zal het zo wel wat zijn. Ideaal eigenlijk om de karper op de zicht te vangen. En wat ik me ook afvraag, ik zie jou een voerbord gebruiken bij deze zicht. Wat is daar de theorie achter? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè. Ligt altijd perfect. Perfect op locatie. En heel belangrijk, ik vis op twee manieren. Eén met een adjustable zicht. Dus eigenlijk dat ik die zicht in diepte kan verstellen. Maar ook eentje met een vast loodsysteem. En daar is een sonar wel heel makkelijk. Kan je een voerboot of een dieper voor gebruiken. En waarom is dat? Als ik bijvoorbeeld kijk, aan de overkant is het 1,50 meter diep. Dan wil ik mijn zicht exact 1 meter lang. Dus ga ik met de voerboot varen naar die plek waar die karpers zitten en droog ik hem exact op 1,50 meter. Ik heb natuurlijk al een beetje mijn huiswerk gedaan en op voorhand al een beetje gepeild. En daarvoor dus die voerboot. En dan kan ik ook gelijk die smikkelmix pal naast mijn zicht droppen. Hè. Ook heel belangrijk dat er een heel grote wolk rond die zicht is. En bovenop eigenlijk, op die voerboot, om het af te toppen, wat doe ik? Gelijk gewoon witbrood van Aldi of eens welke supermarkt. Dat leek er bovenop. Wat er dan gaat gebeuren is, aan de oppervlakte ligt brood. Heel de waterlagen zijn gecontamineerd met voedselprikkels. En die karpers komen, en zoals ik eerder al aanhaalde, die karpers denken dat het wit zichtfoompje eigenlijk een zinkend stukje brood is. En zo gaan we ze foppen en zo gaan we ze proberen vangen. En als je nog geen voerboot hebt, hè, is het ook gewoon te doen met een spomp? Zeker is het te doen met een spomp. Het enige lastige aan een spomp is, als je gelijk natuurlijk gaat spompen tussen die vissen, ga je ze verjagen. Een voerboot is net iets subtieler. Je kan ook nu bijvoorbeeld, als je op van die plaats ziet waar het dicht in eigen kant is, zodat je kan werpen of met een kartoffeltje kan schieten, is het ook nog gemakkelijker. Maar een voerboot is wel een uitstekende keuze voor deze visserij. Je moet er ook verdacht op zijn als je een voerboot laat. Uiteindelijk, die zichtrig is 1 meter lang. En je wilt ook niet dat die lijn eigenlijk gelijk in de knoop gaat. Dus wat ik doe, ik leg het lood van onder. Ik leg een stukje voer er bovenop. De zichtlijn steek er plat op. Nog wat voer er bovenop. Zodat eigenlijk zeker niet in de knoop kan geraken. Een klein beetje van voor. Kijk. En die zicht ligt vrij. Als ik nu drop met die voerboot, valt het lood eerst naar beneden en volgt die zicht mooi netjes. En heeft er zeker niks in de war. Nou, ligt dus in het water de voerboot. En nu gaan we eens kijken of we echt 1,5 meter kunnen vinden. Ja, tegen de overkant. Exact op 1,50 meter, daar wil ik zijn. Check. Ik heb altijd een meetlint bij. Dus ik meet echt exact mijn zicht 1 meter lang. En dan ben je altijd precies aan het vissen. Dat is wel slim inderdaad, want je hebt eigenlijk geen marge met een vaste rig. Nee. Of een vaste zicht moet ik zeggen. Dat moet echt perfect liggen. Met die adjustable, dan kun je ook nog een beetje aanpassen. Maar dan moet je eigenlijk ook wel echt je rig gemeten hebben, want
als je wilt laten stijgen of zakken, je moet wel weten hoe diep dat die ligt. Hè. Dus je legt je float aan de oppervlakte. En als je dan exact 1 meter trekt, dan gaat exact die zich net aan de oppervlakte liggen. En als je dan nog een halve meter verder trekt, ligt die exact een halve meter op. Ja, check. Oké. Okay. Voilà, kijk, daar is het exact 1,50 meter. Daar ga ik hem droppen. Ja. Ook nog een fijn, mooi hard stuk. Ik ben net over een berg takken gevaren. Plop. En die ligt. Ja. Zo simpel kan het zijn, jongens. Goh. Nou, we hopen dat we zo meteen gelijk een actie kunnen hebben. Dat zo? Heel lekker. Ja, we gaan het best doen. We waren nog bezig met Bedel, Mr. James. James ook zegt. James! Jay! James! Mr. Jay! Dat is in Engels. Ja. Maar... Oh. Oh! Het is wat het is. Ja. Ik ben hem kwijt. Ik ga mijn hengel terugleggen en probeer toch nog een handbeet te krijgen. Ja, ja. Goh, wel een snelle actie trouwens. Ja, inderdaad. Een lange vier reden, een kwartiertje. Zoiets, Max? Ja. Ah, het wil wel werken. Ja. Als ze willen. In de losse. Dit is eigenlijk nog de gemakkelijkste manier van zichtvissen. Toch zeker bij ondiep water. Het is eigenlijk gewoon een kant-en-klare leader. Die je eigenlijk gewoon zou gebruiken voor je bodemvisserij. Loodje van 90 gram. Het enige verschil is, in plaats van dat het allemaal plat op de bodem moet liggen, heb ik er gewoon een zichtrig van 1 meter lang aanhangen. En deze zichtrig die drop ik exact op 1,50 meter diep. Dan weet ik exact dat die 50 centimeter onder de oppervlakte van het water gaat liggen. Ja, en deze die zijn ietsjes meer vatbaar voor een losser. Dat zei je net zelf wel, maar waarom, ja, waarom is dat zo? Omdat eigenlijk dat loodgewicht vasthangt. En het is eigenlijk een heel klein haakje. En door het klepperen van de bek van de vis tijdens de drill durft hij wel eens lossen. Ik zou altijd adviseren, je lood kwijtspelen, maar ik wil dat niet promoten. Maar het helpt wel om geen losses te krijgen. Nou, gauw die boot er terug in. Met die hengel erbij alsjeblieft. En dan hoop op de volgende. Met die hengel erbij? Ja, ja. Die hengel gaat op de kant. Ja, hou het richting maar hier dan, in de hengel in het water. Nou. Daar hangt iets aan. Het is ongelooflijk, hè? Ik denk 2 aanbeter op kwartier staat. Niet normaal. De context, jongens. We zitten echt, ja, in een half uurtje hebben we nu 2 aanbeter gekregen. En ja, er is eigenlijk bijna geen enkele vis die, ja, zichtbaar aan het aanzien is. Dat is het. Zeg het maar eens. Ik ga het niet zeggen. Zo, het is een, jongens, het is een deurmat. Het is sowieso een PB. PB Brasem. Mr. J, althans. Ben je Bob de Bouwer of Terminator geworden? Nee, het is gewoon Jay Wills. Maar nou ja, die meter, zoals ik eerder al zei, meten is weten. Het is heel belangrijk dat je weet hoe diep dat je zich ligt. Deze hengel die ik net gevaren heb, dat is de adjustable zich. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn lijn strak getrokken, dat mijn zichtvloot net aan de oppervlakte ligt. Wat ga ik doen? Ik ga de meter exact naast mijn molen tot aan het uiteinde houden, zodat ik exact 1 meter draad vast heb. Als ik dit naar achteren trek, tot aan mijn molen toe en bijdraaien, zo, weet ik exact dat mijn zichtvloot 1 meter diep ligt en mijn zich nu net de oppervlakte raakt. Ik wil mijn zich 40-50 centimeter onder de oppervlakte, dus dan ga ik dat nog 1 keer herhalen. Pakken we nog ongeveer 50 centimeter lijn. Trekken we dan naar achter toe. Draaien we weer wat bij. Met die molen. Opzakken we. En nu weet ik 100% zeker dat mijn witte zichtfoam 40-50 centimeter onder het wateroppervlakte ligt. Het leuke aan dit systeem is dat je dat op waterdiepte van 10 tot 15 meter diep kunt gebruiken. Je kan je echt aanpassen naar welke waterlaag die vissen zien bevliegen. Als zelfbeginnende zichtvisser, en ik denk ook voor de kijkers thuis,
hoe knoop je nou eigenlijk een zig? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Een zigrig knopen is nog nooit zo makkelijk geweest. Want tegenwoordig heb je gewoon van die kant-en-klare pakketjes met een zigscrew. Dus dit is er zo eentje van. Dat is eigenlijk gewoon een liner, een schroefje en zigfoam in één pakketje. Wat heb je eigenlijk nodig? Dit pakketje, de Zigflow. Dat is eigenlijk gewoon een heel translucent stukje mono. Ja, translucent is doorzichtig. Ja, het is heel doorzichtig. Dus eigenlijk die karpers kunnen het bijna niet waarnemen. Wat heb je nog nodig? Een Flota klauwhaakje 8. Vind je haakmaat echt perfect. Ja, je zei al straks ook van, liefst niet groter dan 8. Nee. Die haak, en het ding is met die Flota klauw is, die haak heeft sowieso een heel grote gape. Yeah. En dan kom je met zo'n klein haakje wel echt goed weg. Dus in principe gewoon een wide gape model haak. Dat zou je eigenlijk adviseren voor een zigrig. Inderdaad. Okay, inderdaad. Check. En we hebben nog nodig tungsten anti-tangle sleeve. Dat is eigenlijk om jouw onderlijntje aan je linkswivel te gaan bevestigen. Yeah. En dat zijn eigenlijk de basiscomponenten om een rig te maken. En wat ik me dan afvroeg, hè, is het ook echt homsen nodig om nylon te pakken? Of kan je ook met gevlochten lijn wegkomen? Nee, gevlochten lijn is gewoon te zichtbaar onder water. Check. Zou het echt met nylon doen. Oké. Want ik kan best begrijpen dat mensen zeg maar afgeschrokken worden. Ik had het in het begin ook van de dunne lijn eigenlijk. Want het is ongeveer 1800ste rond die koers? Nee, deze is eigenlijk nog vrij dik. Die is eigenlijk een 3500ste. Oh, check. Wauw. Ja, het ding aan die Zigflow is eigenlijk een hele soepele lijn. Ja. Dus dan kom je er wel weg. En ook omdat hij zo doorzichtig is, kan die wel wat hebben. Dan kun je ook wel echt flinke karpers ermee gaan drillen. Ja, check. Ja, maar je hebt al 20 kilo plus. Ja, dat is echt geen probleem. Zelfs tegen de obstakels aan. Nagaan. Maar goed, oké, basisbeginsel. Je begint natuurlijk met je lijn. Wat doe jij? Inderdaad, wat doe ik? Omdat ik mijn zigs eigenlijk allemaal 1 meter maak, ga ik ongeveer een stuk afknippen van, laten we zeggen, 1,20 meter, 1,30 meter. Dan makkelijk, schaartje. Wat doe ik altijd als eerste? Bevestig de haak. Die wordt eigenlijk heel makkelijk. Ik steek eigenlijk mijn nylon, mijn zigflow, langs voorin. Ik maak eigenlijk één grote knotless knot. Yeah. Ik ga er denk een stuk of 7 keer rond. En nog een keer of 3 terug. Steek hem er van achter terug in, van voor eruit. En dat is al de knotless knot. Ja. Is het ook belangrijk trouwens, want dat voel me ook al, want ik heb het een paar keer proberen te knopen. En als ik dan te hard soms aan de lijn trok, dat ik gewoon die kink kreeg. Nee, dat heb ik nog niet voor gehad. Dat is gewoon omdat ik al zoveel van die knopen heb gelegd. Check. Dat er van mij er al laat is, maar inderdaad. Oké, mooi. goed om te weten. Dus eigenlijk, dat was eigenlijk de eerste stap. Ja. Je hebt eigenlijk al je knotless knot. Dan eigenlijk het stukje dat te veel is, knip ik eraf. Ja. Yeah. En dan wordt het eigenlijk echt makkelijk. Pak ik... Langs de verkeerde kant van de verpakking. Ja, pak je eens een zig-screw. Een zig-screw, inderdaad. Die steken er gewoon langs de andere kant op. Dat is eigenlijk in één keer een screw en een liner. Super makkelijk. Je kan ook heel snel van kleurtje verwisselen ofzo. Dus heel kant-en-klaar gemaakt voor de mensen die lui zijn. Althans, lui zijn. Misschien lui is misschien een beetje een vervelend woord, maar ik moet eigenlijk makkelijk zeggen, vroeger knoopte ik ze allemaal. Yeah. Maar nu dat ik dit systeem heb, gebruik ik altijd dit systeem. Ja, check. Uiteindelijk zit hij eigenlijk al in de perfecte... Ah ja, gemaakt dient de mensen, hè? En dan zeggen ze dan. inderdaad. En dan heb je die zigfoam. Ik verkies eigenlijk maar 2 kleuren, wit of zwart. Ja, en dat is een interessante, want wat ik dus wel weet van de kleuren onder water, is dat wanneer jij als... jezelf in de karper verplaatst en een karper wat dieper ligt en naar boven kijkt, dat je beter een zwarte kan pakken en andersom een witte. Klopt dat? Zelf ben ik altijd het beste op zwart. Check. Zelfs als het donker is. Hoe bizar het ook klinkt, die karpers die nemen dat waar. Ja. Zelfs gewoon in het midden van de nacht krijg je dan altijd aanbeter. Ja, dat wit is eigenlijk gewoon nu net puur voor dat trucje met dat brood. Ja, maar als ik check. Kiezen, 99% van mijn zigvisserij is altijd mijn zwarte zig. Ja, omdat er goed contrast oplevert, bijvoorbeeld als ze de karper naar boven kijken of zo. Ik denk gewoon dat dat ook het meeste trekt op een dode vlieg of, of een insect door de waterlagen heen gaat liggen drijven. Ja, qua formaat van zigfoam pak ik altijd ongeveer 1 centimeter. Ja. Kriep gewoon af met een schaartje. En dan is het eigenlijk gewoon super simpel. Je schroeft hem er gewoon op. Horizontaal? Yep. En waarom bijvoorbeeld niet verticaal? Nee, maar serieus. Maakt niet uit, zolang het eigenlijk maar op de schroef zit. Ja, check. En dan nog een heel klein ding dat ik doe. Ja. Kijk, zoals je ziet hier, je hebt nog een klein stukje screw over. Ja. Dan knip ik nog een mini... Gaat hij niet afgaan? Ik mag het open, zal wel lekker zijn. Ik denk dat de laatste zwemmer was. Dat heb je wel vaak met dat zigvissen. Ja, dat wel. Kijk,
en steek je nog een klein stukje op. Ja. Dat is niet om die kaperslot te beschermen tegen die punt. Maar waarom doe ik dat? Gewoon eigenlijk om die zich echt perfect zo te gaan zetten. Check, want dit, zeg maar, dit bovenstukje zorgt echt ervoor dat het een klein beetje in een hoek gaat staan. Dan staat die echt perfect. Ja, ik snap wat je bedoelt. Omdat eigenlijk dit ook naar boven gaat trekken, gaat hij eigenlijk echt perfect onder water staan. En dat vind ik gewoon ideaal. Ja. En plus ook, het lijkt een beetje groter. En hier kan je ook experimenteren. Bijvoorbeeld als je met een zwarte zicht, kan je nog altijd een wit stukje erbovenop steken. Ja. Oké. Okay. Net iets meer zichtbaarheid. Ook super belangrijk is dat je een super scherpe haak gebruikt. Uiteindelijk, die vis moet zich ook altijd nog zelf prikken. Ja. Yeah. Zie altijd dat je de scherpste haak uit je pakje gebruikt. Of vuil hem bij. Of, check. Maak hem gewoon scherper dan dat hem is. Dat is ook heel belangrijk. Normaal gezien zou ik nu mijn meetlint gebruiken, maar dat is voor een tutorial. Dus ik ga het ongeveer schatten op een meter. Hè. Dus even zo meteen kijken of ik jou aan het juiste eind heb. Hoe ben je Timmermans oog? Ik ben zelf ook benieuwd. Dan vanachter is het heel makkelijk. Gewoon een figure of eight loop. Ja. Ik maak hem vrij groot. Waarom doe ik dit? Vind ik altijd wel een lijp trucje. Als je dan over de quick change swivel wil positioneren, kan je dat knoopje vastpakken. Ja. Om die anti-tangle sleeve er makkelijker over te schuiven. Ja, daar heb ik ook last van gehad in het begin toen ik probeerde met zichtvissen. Dan trok ik te hard en dan had ik weer een kink in die lijn en ik moet weer opnieuw beginnen. Inderdaad. Dat is wel een goeie inderdaad. Dus dat is eigenlijk makkelijk voor de bevestiging. Oké, dus dan zal ik hem even pakken. Het maken van zo'n rig en eigenlijk het concept van zichtvis is eigenlijk zo poepsimpel. Maar, en wat ik ook gemerkt heb in het experimenteren met zich, is dat je echt gewoon even de tijd moet nemen. Het is geen bodemvisserij. Ja, de eerste paar keer gaan dingen in de knoop. Dat was bij mij in ieder geval. Maar als je het eenmaal door hebt, dan is het een heel prachtig soort van wapen in je arsenaal om die karpers te vangen. Je moet er gewoon bij stilstaan. Je krijgt 's morgens of 's nachts een aanbeet op de bodem. Maar eigenlijk zit je gewoon een hele dag in je tent voor niks. Ja. En zeker bij warme dagen, zoals dit, je pakt 5 tot 10 meter waterdiepte voor je heen. Zelfs 2 of 1 meter. Maar die vissen zwemmen aan de oppervlakte, die hebben helemaal geen zin om te azen. Nee. Waarom? Anatomisch gezien, een karper die heeft zonlicht en warmte nodig om het voedsel dat hij 's morgens en 's nachts gegeten heeft te gaan verteren. Lijkt wel een plant. Het komt er eigenlijk een beetje op neer. Dus die karpers gaan gewoon in die zon liggen. En als jij dan een zicht voor zijn neus gaat presenteren, is dat gewoon een makkelijk hapje. En kun je gewoon lekker in de dag karpers vangen. Ja. Zonder dat je ofwel moet blijven overnachten of heel vroeg moet opstaan. Want je vertelde het op camera ook, dat was off-camera, moest je zeggen, dat je ook echt sessies hebt gehad waardoor jij met zichten het tij hebt weten te keren. Omdat ze op de bodem gewoon niks deden. De bodem was gewoon geen vis te bespeuren. En dat komt gewoon puur door die thermoplastische waterlaag. Check. Die vissen gaan gewoon niet door die spronglaag. Natuurlijk, in het najaar is dat iets anders, omdat eigenlijk heel het water is opgewarmd en dan ligt die spronglaag veel dieper. Mm. Maar zeker nu in het voorjaar, de oppervlakte van het water is gewoon veel warmer dan daaronder. En voor die karper is dat gewoon niet zo fijn om in dat koud water aanwezig te zijn. Ja, fantastisch, man. En zo zie je maar, jongens, zoiets simpels kan dat zo dodelijk zijn. Zeg, meneer, ik zie daar een hengelvoederaal. Dat is geen goed nieuws. Jawel, want het was eigenlijk een succesvolle dag. We hebben toch 2 karpers op de mat gekregen. En die staat om eruit te gaan, de sessie zit erop. En als je dat bekijkt, we hebben 4 of 5 uur gevist. Toch een aantal vis mogen vangen. In een periode waar je dan meestal geen beet krijgt. En als je dan ziet naar de rest van het water, er zijn nog een paar mensen aan het vissen, die hebben helemaal niks meer gevangen. Dus dan ben ik wel toch echt blij met het resultaat. Dus wat kan ik ervan zeggen? De zichtrig, geef het zeker een kans. Zeker op die uren wanneer je echt een aanbeet krijgt op de bodem. Het is echt een meerwaarde in jouw visserij. En eens dat je daarmee vertrokken bent, je zal zien, je bent snel verslaafd. Ik ga eruit, jongens. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne visdag. En vaarwel. Goedemorgen jongens, welkom bij sessie 2. Vandaag, het is een warme zomerochtend. We zijn 6, 7 uur 's morgens en we gaan nu proberen een paar karpers aan de oppervlakte te vangen. Nou ja, de muggen die zijn ook weer aanwezig. Ik denk dat ik weer al 10 prikken extra heb. Dat wordt straks weer jeukende bulten, maar het maakt niet uit. We gaan weer karpers vangen. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe ik karpers vang aan de oppervlakte. Verschillende trucjes, manieren. En nu wil ik echt al die hengel in het water. Heel belangrijk ook, jongens, als je brood met de voerboot gaat uitvaren, dan moet je altijd wat water over dat brood kappen. Als je dat niet doet, dan gaat het gewoon niet uit de luiken vallen. Dus heel belangrijk tipje.
Jay, dit gaat wel heel erg snel. Ja, niet normaal hè. Net het brood erin gegooid. Ze komen gelijk happen aan de oppervlakte. Ja, dat komt ook. Het is nu vroeg in de ochtend. En nu is er nog veel zuurstof in het water. Maar ze biedt gaat weer hartstikke warm worden. En dan is het heel belangrijk dat ik nu zo snel mogelijk mijn karpers vang. Want straks gaat de saturatie in het water zo laag zijn. En dan wordt het knap lastig. Maar ja, dan is er gewoon veel te weinig zuurstof. En dan gaan die karpers gewoon alleen maar in de zon baden. En dan hebben ze weinig zin om te azen. Nou, dit lijkt me bijna klaar. En ik ga het proberen in te vangen. Zeg Jay, ik zie heel veel meeuwen duiken op je stek. Dat is niet superhandig, denk ik wel. Nee, inderdaad. Daarom heb ik mijn onderlijn eigenlijk ietsje ingekort. En ik ga mijn stuk brood net onder de wateroppervlakte vissen. Dan kunnen de meeuwen er niet meer bij. Maar voor die karpers lijkt het een stukje afgezonken brood. En misschien wordt het dan nog sneller genomen. Dus proberen. Ik heb deze stek nu een tijdje gegeven. We hebben een aantal karpers aan de oppervlakte gekregen. Maar toch, hier wil het niet lukken. Ik denk gewoon dat er nog niet genoeg vissen zitten bij elkaar om echt een beetje concurrentie te krijgen. Dus we gaan een paar honderd meter verder proberen op een andere stek. En ja, hopelijk kan ik daar snel weer een beetje. Let's go! Zeg je wel dat het voor kassen loont? Ja, inderdaad. Ik denk, hoe lang was ik aan het vissen? 3 minuten. En nog maar eens? En het verschil is, daarjuist hebben we een aantal plekken eigenlijk aangevoerd waar we bijna geen activiteit zagen. Maar de karpers kwamen wel naar de oppervlakte. Wat hebben we dan gedaan? We zijn even verder gestapt. Ik denk een goede 200 meter verder. Maar hier zagen we gewoon al karpers op zich aan de oppervlakte zwemmen. En dat maakt een gigantisch verschil. Ik ben er best van overtuigd dat hier op deze plek wel een pak meer vis bij elkaar zit. Ik heb zelfs de tijd nog niet gehad om erbij te voeren. Ik gooide mijn broodvlok single ertussen. En ja, het duurde geen 4 minuten en ik ben al aan het drillen. Meer liggen erin. Dat is lekker man. Eerste vis van de sessie. Lekker. Hoppa, geweldig schipje. Hier ben ik ook super blij mee. Pak ook gelijk die broodkorst. Voilà, binnen. Zeer lange vis. Heeft ook een superleuk gevecht opgeleverd. Dat heb je al met die type schubs. Echt gewoon een oerkarper. Ik denk dat dit ook best een stokoude vis is die de klappen van de zweep wel kent. Mijn visdag is al vastgeslaagd. Ik ga weer terugzetten en op naar de volgende. Het is echt bizar. We kunnen met de drone zien wat die karpers doen met het aas. Soms flanken ze het, soms proberen ze het te pakken. Het is echt bloedstollend spannend dit. Ik ben nog op meer enthousiast dan jij volgens mij. Ja, zeker. Tweede vis van de sessie. Oh. Nou, langs zijn we nu aan het vissen, denk ik een uurtje of twee. Toch al de tweede drill. Helaas een paar keer erop naast geslagen, maar ja, het kan gebeuren. Karpers pakken het niet altijd voluit binnen. Ja, maar waarom ben je niet? Ik zit helemaal te trillen, joh. Dit is zo vet. Nou ja, ik probeer hem gewoon zo rustig mogelijk te houden, want ik wil de vis eigenlijk echt niet kwaad spelen. Je zou moeten weten hoeveel enthousiasme er in mij zit, maar ik kan niet mijn kistje fouten maken. Ja, wat heb ik nu gedaan? Daarjuist eerst zo gestart aan de oppervlakte. Dan hebben we dat brood net onder de oppervlakte gevist. En hier ben ik terug echt aan de oppervlakte van het vis, want het is gewoon heel veel meer vis bij elkaar. En nu ook weer net als er juist. Ik wil die vis eigenlijk zo snel mogelijk vangen. Zo snel mogelijk uit het kabaal van het water weg, dat ik er eigenlijk gelijk nog een kan vangen. Oef. Adem in. Adem. Echt zien. Ja. Ja, ik durf niet ademen, jong. Ik wil de vis niet Ja, nou, ik heb het niet kunnen zien, maar dat geeft niet. Hey, Jay. Bam! Lekker man. Tweede vis van de sessie.
Hoppa! Kijk eens aan. Wat een mooie vis. Hier word ik gelijk ontzettend blij van. Ook gevangen aan de oppervlakte. Hij heeft even liggen twijfelen, maar dan pakt hij dat stuk brood voluit binnen. Alles mooi op beeld. En dan, eerst dacht ik dat ik nog een kleine vis had gevangen, maar nu kom ik zo op de kant zie, is toch een lage dertiger. Maakt me gelijk gelukkig. Nou ja, ik ga die terugzetten en ik ga proberen nog eentje te vangen. Want ze willen best nog. Dus ik denk wel dat ik nog kans maak om een derde of misschien zelfs een vierde visje. Dus hoppa! In het begin van de film had ik jullie al verteld dat ik mijn setup ging uitleggen. En waar wil ik mee beginnen? De hengel. Het is gewoon een Nash X-Series 10-foot rod. Ik heb gekozen voor de 3LB. Ik vind dit ideaal voor deze situatie. Als molen heb ik een LR8000. Ik zou zeggen, dat is best een grote molen. Maar waarom doe ik dit? Het is eigenlijk om dan werpafstanden te kunnen halen. Soms wil ik echt heel ver met de float vissen. Dus dan is een molen met een iets grotere spoel makkelijk. Ik vind daar de 8000 geschikt voor. Als lijn heb ik de Skyline Distance Mono. Ik vind dat de ideale lijn. Puur omdat die heel doorzichtig is. De vissen merken hem nauwelijks op. En die gooit ook flink ver. Zinkt ook niet gelijk naar de bodem. Dat is wel ideaal voor het float vissen. Voor de rest, wat heb ik hier? Een bolt machine. De Nash Bolt Machine. Ik vind dat een ideale float. Dit is het medium model. Niet te groot, niet te klein. Maakt niet een al te grote plons in het water. Dus schrikt ook geen karpers af. Om dit te bevestigen en je opstelling klaar te maken, is eigenlijk super simpel. Gewoon je lijn erdoor rijden. Je lijn door het rubbertje. En dan eindig ik met een super grote achtknoop. Deze achtknoop die gebruik ik om eigenlijk aan mijn quick change swivel te bevestigen. Dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van, je doet het rubbertje in de boltmachine, je trekt de quick change swivel in dat rubbertje van de boltmachine en dat is klaar. Dan heb je ook nog een onderlijn nodig. Ook weer hier, ik heb hier voor aan de oppervlakte te vissen ongeveer een, ja, denk een onderlijntje van een goede 50 centimeter. Eigenlijk gewoon hier een grote achtknoop in de neus, een anti-tangle sleeve om over mijn quick change swivel uit te schuiven. En dan eindig ik met ook weer een grote achtknoop. En waarom doe ik dit? Dan kan ik heel makkelijk mijn haak in- en uitlussen. Is je haakpunt bot, kan je gewoon gelijk snel van haak wisselen en op een andere karper vangen. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tips. En ja, ik hoop dat jullie ook zo een paar hartstikke mooie karpers mogen vangen. Voor mij is het helaas tijd om naar huis te gaan. Ik had veel liever nog een beetje langer gebleven. Maar ook ik heb mijn plichten. Dus jongens, vaarwel, tot de volgende keer.